Goedemorgen, heren. Goedemorgen, Frits. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Boach en Drees en Sommer, daar zijn jullie van. Die zijn dit jaar samengegaan. Wat is hiervoor de voornaamste reden? Schaalvergroting. We zien dat er in toenemende mate complexere vraagstukken zijn. En wij denken dat we met elkaar een sterkere propositie hebben. Ja, even voor misschien een aantal kijkers die nog niet weten wat jullie doen. Boach en Drees en Sommer, waar zijn jullie actief mee? Ja. Nou, misschien laat ik hem even vanuit Boach inzetten. We zijn al natuurlijk al jarenlang actief op het gebied van bouwmanagement, constructiemanagement, kostenafdeling. En ook op het gebied van vastgoedadvies. Mm-hmm. Dat was trouwens de afdeling waar Drees en Sommer ook heel erg sterk in was. Met name deze drie eerste onderdelen. Was een pakket, zeker ook binnenstedelijk grote projecten. Wat eigenlijk binnen de scope van Drees en Sommer valt. Ja, waarin versterken jullie elkaar? Wat wordt in de optelsom wordt 1 plus 1 3? Nou, Drees en Sommer was vooral sterk in inrichting van gebouwen. Minder sterk in grote complexe projecten. En Boach is echt van de grote complexe projecten. Dus daarin versterken we elkaar. Ja, dat we die integraliteit eigenlijk kunnen bieden. Je kunt nu grotere projecten in zijn geheel en totale oplossingen kunnen bieden. Ja. En ook, we hebben nu zeg maar drie steden als vertrekpunt. Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Ja. We hebben voor gekozen. Drees en Sommer zat al in de omgeving van Amsterdam en Eindhoven. Wij zaten in de omgeving van Rotterdam. Dus en die drie kantoren zijn full service. Dus waardoor we in één keer eigenlijk Randstadbreed heel goed kunnen bestrijken. Dus dat is, en vastgoed blijft altijd wel maatwerk. Dus het is heel goed als je de klanten eigenlijk zo van dichtbij kan bedienen. Ja, jullie zijn inmiddels hierdoor een speler van formaten geworden. Behalve wat je net aangaf, zijn er nog andere meerwaardes voor vastgoedgebruikers en misschien ook wel de eindgebruikers? Ja, wat we zien bij Drees en Sommer is dat we sterk inzetten op innovatie, digitalisering van gebouwen. Mm-hmm. Kredel to kredel is een belangrijk topic en wordt in toenemende mate een belangrijk topic. En wat we nu zien is dat er heel veel vraagstukken zijn waarbij eindgebruikers eigenlijk zeggen, wat moet ik nu met mijn vastgoed, hè, met de hele coronasituatie. Ja. Dus we helpen veel klanten om daar passende oplossingen voor te vinden. Ja, want is daar al iets over te zeggen? Want je ziet toch ook wel weer een golf dat iedereen verwacht van, ja, uiteindelijk, hè, dat is even, ja. Hoezanna, we gaan allemaal digitaal en we komen nooit meer terug op kantoor. En ja, nu hoor je toch in ieder geval gisteren ook alweer voorzichtig van, ja, dat zal wel meevallen. Misschien gaan we toch wel 3-4 dagen per week toch weer naar kantoor. Ja, kijk, wij zien dat 70% van de eindgebruikers kantoorportefeuille heroverweegt door de corona. Maar wij geven ook een waarschuwing af. Hè. Wat wij ervaren is dat er ook een soort erosie in de teamspirit ontstaat. Ja. En dat er op heel subtiel niveau mensen toch heel erg behoefte hebben aan contacten. Ja. En dat zal toch centraal moeten blijven staan. Het elkaar ontmoeten en het overleggen. En dat moeten bedrijven denk ik niet onderschatten. Nee. Wat is in jullie ogen belangrijk bij toekomstgericht vastgoed? Nou, duurzaamheid is een beetje een clichéwoord geworden. Yeah. Wat wij wel zien is dat het hergebruik van materialen eigenlijk steeds meer een topic wordt. Mm-hmm. Dus de kredel-to-kredel gedachte. En beleggers zien toch steeds meer in een gebouw eigenlijk een magazijn aan materialen. Daar zit ook waarde en die waarde kan je door kredel-to-kredel methodieken kan je die ook zichtbaar maken, waardoor je een veel grotere bijdrage eigenlijk aan de duurzaamheid geeft. Wat we zien op het gebied van gebruik van kantoren, dat gebruikers nog minder zekerheid hebben in hun bedrijfsvoering. Dus nog meer flexibiliteit vragen dan dat eigenlijk al was. Maar flexibiliteit op invulling van het gebouw of op kosten? Ja, op met name invulling van het gebouw, maar eigenlijk ook wel kosten. Ja, je ziet dat vastgoed eigenlijk duur is en traag is. Terwijl de organisaties eigenlijk steeds dynamischer sneller worden en steeds sneller moeten acteren. En wat we zien is dat vooral de nieuwe generaties veel meer verwachten van een gebouw. Dat is toch de internetgeneratie. Mm-hmm. Hun iPhone is een soort window naar reality. En verwacht ook dat van gebouwen steeds meer op hun afkomt. Dus dat gebouwen intelligenter worden en meer zelf gaan denken en gebruikers helpen bij de functie die ze daar moeten vervullen. Ja, wat ook een topic is bij toekomstgericht vastgoed. Is hoe je eigenlijk vastgoed kan hergebruiken in de volgende fase. Je ziet dat natuurlijk, dus enerzijds heeft dat materialenpaspoort, maar ook de grid van vastgoed.
is daar een onderdeel van. We hebben morgen bijvoorbeeld hebben we dan een paneldiscussie en dat gaat over transformatie van gebouwen. Ja. En eigenlijk is dat ook een antwoord op de vraag hoe ga je met toekomstgericht vastgoed om? Want dan doe je het in een tweede cyclus, doe je het invullen. Dat hebben we trouwens vandaag. Vandaag, hierna. En morgen hebben we het op gebied van logistiek. En bij logistiek zie je namelijk ook, dat is ook met vastgoed, dat daar duurzaamheid en industrieel demontabel bouwen ook een onderdeel is, want de vorm en het gebouw zoals het nu is, dat kan in de toekomst weer anders zijn. Dus als je praat over toekomstgericht vastgoed, dan moet je ook heel erg kunnen focussen op de verschillende sectoren, wat daarin belangrijk is. En per sector kan dat verschillen. Ja, dus meer maatwerk. Meer maatwerk. En we hebben nu ook de omvang om dat maatwerk te kunnen leveren per sector. En dat is een van de onderdelen waar we op kunnen inzetten. Zometeen dus om 11:15 sessie transformatie. Waar gaat dat precies over? Ja. Nou, dat is enerzijds natuurlijk de gebouwtransformatie. Ja. Maar nog belangrijker is dat het gebouw natuurlijk in een omgeving staat. Dus het is vaak ook een omgevingstransformatie. We zien door snelle verschuivingen eigenlijk in vastgoedland is dat de opgaven ook steeds groter worden. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de retail. Als je nu door een grote winkelstraat heen loopt, denk je, welke kant gaat dat op? Ja, gaan we daar weer terug naar woningbouw of tussendoor? Je hebt daar versnipperd eigendom. Het vraagt eigenlijk om een groter gebaar, om echt een soort herontwikkeling van die city of die stedelijke centra. En die grotere opgaven die zijn ook complexer. En dat is eigenlijk waar het in de toekomst ook over zal gaan. Complexe vraagstukken. Als je kijkt wie aan tafel zit, dat is ook Peter van Hoepen. En die heeft natuurlijk gekocht in Capelle met Rivium. En dat is eigenlijk transformatie van een gebied, voormalig kantorenterrein. Nou, waarom geloof je in zo'n traject? Ja. Wat zijn je overwegingen? Wat gaat hij daarvan maken? Die kantoren worden zeg maar getransformeerd naar woningbouw. Ja. Maar dat is eigenlijk een sloop nieuwbouwopgave. Okay. En omdat we ook zeg maar vanuit ons kennisgebied een eigen kostenafdeling hebben, komt ook de vraag terug, wanneer ga je nou slopen? Ja. En nieuwbouw plegen, wat ook een vorm van transformatie is. Of wanneer ga je nou een gebouw hergebruiken? Ja. En dan zie je vaak bij hergebruik dat dan de gevel in stand blijft. Want anders kom je er vaak in je kostenbatenmodel niet uit. Nou, en wanneer doe je dat nou wel en wanneer doe je dat nou niet? Dus dat soort inhoudelijke vragen komen aan bod. Dus het wordt een vrij praktisch gerichte gesprek, hopelijk. Ja, absoluut. Ja. 11:15. Heel veel plezier vooral daarbij.